weekoverzicht van 28 februari tot en met 1 maart. 5 maanden geleden is de Goes voorzien van camerabewaking om de veiligheid op straat te bevorderen. Op dit moment zijn ze bezig met het vervangen van de armaturen van de lantaarnpalen, om zo meer licht te creëren voor de camera's. Deze nieuwe armaturen geven niet alleen meer licht, maar zijn ook zuiniger in gebruik. We staan hier voor het huis van meneer J.H.B. Koekoek. Wie was die man? Ja, J.H.B. Koekoek was een kunstenaar die een 150 jaar geleden in Hilversum heeft gewoond. Hij heeft op een heleboel adressen in Hilversum gewoond, 9 stuks. En dit is een van zijn adressen en nog wel in de J.H.B. Koekoekstraat. Ja, het is een bijzondere man geweest. Hij is nu 100 jaar geleden overleden. En hij is eigenlijk een van de laatste telgen geweest in het geslacht Koekoek die geschilderd heeft. En Jan H.B. Koekoek is hier komen wonen en heeft zijn hele werkzame leven hier in Hilversum doorgebracht. Hij is gestart in de romantische periode, dus hij maakte die romantische schilderijen. Maar hij heeft een zeer breed onderwerpenpakket gehad en heeft ook in Hilversum geschilderd een aantal dorpsbeelden. Maar ook in Korte Hoef en ook veel zeegezichten. We hebben wel wat foto's. Bijvoorbeeld uit die romantische periode is dit een fraai voorbeeld van een oorlogsschip. En hier kan je zien hoe gedetailleerd hij dat dan heeft weergegeven. Er is natuurlijk veel studie aan vooraf gegaan. Hij heeft al die schepen minutieus moeten tekenen. Want het is natuurlijk ver voor de fotografie. Dus je kon niet even een foto maken. Maar hij moest dat uit de prenten en andere schilderijen uit de 17e, 18e eeuw overnemen. En ging hij schilderijen maken, maakte hij zo'n compositie en dan had hij de zee en de lucht en de boten. En dat soort elementen heeft hij veel op gevarieerd. Dat is dus meer expressie. Hij is dan veel vrijer geworden in zijn werk. Je ziet veel minder detaillering, maar je ziet wel, het leeft veel meer. En de huidige tijd zijn we veel meer gewend aan dit soort kunst. En de romantische school heeft een beetje minder aantrekkingskracht gekregen. En dat is ook het trieste geweest. Hij is dus na zijn dood vrij snel vergeten. En ook in Hilversum weten weinig mensen meer over het leven van Jan J.H.B. Koekoek. En dat is voor mij ook een reden geweest om hem eens in het zonnetje te zetten. We zijn eigenlijk vorig jaar al begonnen. Vorig jaar is hij 100 jaar geleden overleden. Of was hij 100 jaar overleden. En toen hebben we in de straat een feest gehad. Ook met een openluchttentoonstelling waar deze foto's nog van overgebleven zijn. De aanleiding van nu is eigenlijk dat vanavond een lezing georganiseerd wordt bij de Hilversumse Historische Kring in de Akker. En daar zal ik iets laten zien van de 500 schilderijen die ik gevonden heb. We gaan ze niet allemaal laten zien, want dat houdt niemand vol. Maar een selectie zal tonen hoe rijk het oeuvre is geweest van deze kunstenaar. Wethouder Mooijen, onder andere medeverantwoordelijk voor het fietsbeleid, om dat zo af te ronden. Er begint een actie met stickers. Wat houdt dit een en ander in? Ja, we hebben fietsen die hinderlijk of gevaarlijk staan, die worden direct verwijderd. Verder heb je nog andere fietsen, dus verlaten fietsen, worden ook wel weesfietsen genoemd. Daar komt een sticker op, dat is deze sticker. Rode kleur. In de straat staan hier en daar fietswrakken. Fietswrakken krijgen een gele sticker, dat is deze sticker. De weesfietsen moet je binnen 4 weken, 28 dagen weghalen. En de wrakken binnen 2 weken. Als het niet gebeurt, dan doet de gemeente dat, die slaat ze op. En na een aantal weken worden ze aan een stichting gedoneerd. Pineten Blijdenstein is een botanische tuin gelegen aan het Korversbos. De tuin is gesticht in 1889 door Benjamin Willem Blijdenstein en geniet wereldwijd faam als gespecialiseerde bomentuin. Gedurende de voorjaarsvakantie worden er diverse rondleidingen gegeven voor jong en oud. Nou, vandaag is er een speciale kinderrondleiding. Dan gaan we met kinderen de tuin, door de tuinen op ontdekkingsreis. Nou, en dat zijn dennen. Nou, ze kunnen leren hoe prachtig deze bomen zijn.
En we gaan vandaag allerlei dingen meten. We gaan de bomen ruiken. We gaan van alles doen vandaag. Ja. Nou, die rondleiding is hier om kinderen kennis te laten maken met deze prachtige tuin. Deze komt uit Japan. En dan denk je, één boom. Ik zie er heel veel. Maar het is eigenlijk één boom. Dus deze boom was de eerst. Die ging groeien. En er kwamen takken aan de boom. Die takken, die gingen helemaal naar de grond. Gaan helemaal naar de grond. Zoals deze. Nou, ik hoop dat ze, als ze thuis zijn, nog eens terugkomen met iemand anders. En dat ze heel veel geleerd hebben over de bomen die hier staan. Wil je meer weten over deze rondleidingen? U vindt meer informatie op de website www.pinetum.nl. Begin februari gingen we langs bij Petra Brundel. Zij is met een koffiepuntenverzamelactie begonnen voor de voedselbank. Maandagmorgen had ik inderdaad 107.600 punten. Dat betekent 200 pakken koffie. Inmiddels zijn we een maand verder. En wij zijn heel benieuwd wat er in de tussentijd gebeurd is. Nou ja, dan wil je eigenlijk niet weten wat er allemaal gebeurd is. We hebben zo gigantisch veel post binnengekregen. Enveloppen en alles en punten. Dat we nu dus boven het miljoen zitten. Op dit moment is de stand 1.083.000. Dus dat betekent meer dan 2.000 pakken koffie voor de voedselbank. Voor de eerste twee keer hebben we koffie en thee. Want ik bedoel, een kopje thee is ook lekker als mensen geen koffie drinken. En er komt nog eens een keer een rondje Senseo, D-café. Dus wat de mensen willen hebben, we halen het gewoon. Ten eerste zijn we natuurlijk heel dankbaar dat we het krijgen. Voorlopig kunnen we dan weer qua koffie en thee weer lekker vooruit. Wat wij gaan doen, ik breng het naar huizen toe. Huis is het grote verdeelpunt voor dus verschillende plaatsen hier in de omtrek. Dat betekent dus Baarn, Soest, Huizen zelf en Hilversum en Weesp. Nee, dit had ik nooit verwacht. Echt niet. Het is gewoon echt, nou ja, ongelooflijk wat er allemaal loskomt eigenlijk. Mensen halen ze echt uit de keukenlaadjes overal vandaan en het loopt nog steeds, je hoort het. Club van Duizend is een vereniging van ondernemers die elk 1000 manuren ter beschikking stellen aan mensen die een afstand hebben tot de arbeidsmarkt. Waardoor degenen die een handicap hebben of al langdurig werkloos zijn, wat makkelijker terug kunnen komen in het arbeidsritme, zodat ze ook makkelijker straks een vaste baan kunnen vinden. Dat zijn er nu 30. Een aantal staat hier op het bord. En dat moeten er dus steeds meer worden. Het hoeven niet per se 1000 te worden, daar staat die Club van Duizend niet voor, maar wel heel veel. En als het er 1000 worden, zou het mooi zijn. Gaan we over het hele gooien, gaan we die reclame maken. Dus wie weet hoeveel het er gaan worden. Nou ja, het is een najaar geweest dat we met dit initiatief begonnen zijn. Dat er hier ook een bijeenkomst was. Met een aantal mensen waar een groot deel van die ook bij aanwezig was. Wat we gaan doen is eigenlijk de eerste clubbijeenkomst. We hebben een aftrapbijeenkomst gehad in het najaar. Nu zijn de meeste leden hier aanwezig. Er zijn inmiddels 30 bedrijven die zich gecommitteerd hebben. Dat moeten er nog meer worden, maar we kunnen op zo'n bijeenkomst al een beetje dat groepsgevoel gaan organiseren. En wat we gaan doen is even kijken hoe het tot nu toe gegaan is, wie er lid zijn geworden, kennis maken met elkaar, plannen wat we nog meer gaan doen, et cetera. We gaan die Club van Duizend, het is echt een levendige club maken. We hebben 3 punten bij elkaar gesprongeld en dat wil zeggen, we hebben wat is een werkervaringsplek, een stukje begeleiding en coaching en een stukje van hoe zetten we gezamenlijk de Club van Duizend op elkaar. Concreet, aan het werk zijn er 14 en die andere 16 die zijn dus bezig om een plekje te zoeken. Dus ja, het is een begin. Het is een klein begin, maar een begin is een begin en het gaat groter groeien. Deze 30 bedrijven gaan ongetwijfeld een aanjaagfunctie vervullen. Zwaan kleef aan, dus dadelijk zijn we met veel meer. En dat is wel heel mooi. Dan gaan we ook de publiciteit veel groter oppakken. Zodat die bedrijven zich ook kunnen manifesteren als bedrijven die met maatschappelijk verantwoord ondernemen bezig zijn. Dat is uiteindelijk ook de bedoeling. Nou, dat gaat helemaal lukken.
We beginnen eerst met nieuws over dieren die we eerder gezien hebben. Mufasa, de Bordeaux dog met een hartprobleem, waar we in de tijd een noodoproep voor hebben gedaan, is geplaatst. Zo ook de cavia Punky en ratje Knabbeltje. En hier is Jackie. Jackie is een Jack Russell. Een hele lieve enthousiaste hond. Hij is een gecastreerde reu uit 2005. We zoeken een baasje die hem goed kan begeleiden. Samen met die begeleiding kan hij goed omgaan met kinderen, vreemde mensen en honden en katten. Kortom, Jackie is een hele leuke hond. Jawel, dit is Max, ook een leuke hond. Max is een Sharpei, een gecastreerde reu uit 2009. We zoeken een baasje die de Sharpei kent. De Sharpei komt uit China en was van origine een waakhond met een zekere jachtinstinct. Max kan opdringerig zijn en daarom is het een beetje oppassen met andere honden en katten. Heeft u interesse in de Sharpei, dan is Max wellicht uw hond.